Oké, okay, dames en heren, we lezen verder in paragraaf 24 nu van de Cicero's Pro Sexto Roscio. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die in Amerika woonden, die hebben gezien hoe Pro Sextus Roscio Senior, nou ja, gehoord dat hij dood was, gezien hoe vervolgens Junior van zijn land wordt afgetrapt door Magnus en dat Magnus daar alles gaat, dat hij daar gaat wonen en alle dingen gaat weggeven en zo. Al die mensen zijn daar heel boos over. En dan gaat de gemeenteraad, zal maar zeggen, zo noemen ze dat eventjes, in Nederlands heet dat dan zo, in het Latijn zijn dat de decuriones, die komen in actie. Quod Amerinis usque eo visum est indignum, ut urbe tota fletus gemitusque fieret. Dit scheen aan de Amerianen, zal ik maar eens even zeggen, zozeer onwaardig te zijn, het leek zo onwaardig als het ware, dat Urbe Tota, ja, je verwacht eigenlijk in de hele stad, dus in Urbe Tota eigenlijk, in de hele stad, gehuil en gejammer vieret ontstond. Even wat grammatica, quod, dames en heren, is een relatieve aansluiting. Vertaal je dus niet met het pand, dus de man die, hè, dus eigenlijk betrekkelijke voornaamwoord na een komma, maar links staat na een punt, dan kun je zeggen gewoon dat aanwijzend voornaamwoord. Visum est is een perfectum van videri, gezien worden, betekent meestal lijken of schijnen. Eigenlijk altijd. Dus het is geschenen, het is geleken, het wekte de indruk, het leek, het scheen aan dativus. En dan hoe het leek, hoe het scheen, hoe het gezien werd, hoe het, wat voor indruk het wekte. Het is een status hier op in nominativus. Indignum, namelijk deel van het gezegde. En usque eo, ut is zozeer dat. En dan komt altijd conjunctivus bij, imperfectum hier zo, want het is in de verleden tijd, dus dat blijft ook imperfectum. En het is enkel fout, ook al is fletus en gemitus zeg maar een meervoud samen natuurlijk. Maar dat voelt eigenlijk als één gehuil, één geheel. Het is nou gehuil en gejammer, maar dat is gewoon één gebeurtenis met allerlei aspecten. Even kijken, wat zeg ik daarover? Ja, het is natuurlijk een beetje overdreven, een hyperbol. Hè? Dus in de hele stad was iedereen aan het huilen en het jammeren. Nou, dat zal wel niet helemaal, maar die hyperbol die draagt bij aan het opwekken van pathos, hè? Medelijden in dit geval, eigenlijk gevoel, maar in dit geval concreet medelijden dus, bij de toehoorders van Cicero met de cliënt, Junior. Maar ook fletus gemitus, dat is dat de hele stad, zeg maar zeggen, jammert of zo. Dat is een soort van traditioneel middel in de dramatische historiografie, dus in een geschiedschrijving, een vertelling van een geschiedenis die je een beetje dramatische manier wil doen. Dan heb je het vaak over, ja, over geheel en gejammer van een hele stad als er iets naars gebeurt of iets dergelijks. Dus dat zal wel niet echt waar zijn geweest, maar dat draagt in ieder geval bij aan de pathos, opwekking. Overigens heeft hij ook helemaal geen bewijs hiervoor. Het is alleen nog maar het neerzetten van het verhaal in een bepaald frame. Het is eigenlijk gewoon framing. Hard bewijs komt later wel eventjes, maar dit soort details, zoals dat geheel en zo, worden toegevoegd als om het plaatje mooier te maken als het ware. Et in hem, multa simul ante oculos versabantur. Want vele dingen, hier zelfstandig gebruikt, die versabantur, versari betekent eigenlijk iets als zich bevinden of zich voordoen, of die deden zich voor. Ook letterlijk iets als die werden gewenteld, die draaiden zich als het ware. En dan ante oculos voor hun ogen, simul tegelijkertijd. Dus die zweefden voor hun ogen als het ware, of voor hun geestesoog, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus in hun hoofd zagen ze het voor zich. En misschien ook niet geestelijk, maar ook allemaal zagen ze bepaalde dingen echt letterlijk met hun ogen. Maar ze dachten in ieder geval heel veel aan veel dingen. Het feit dat zij eraan denken is nu voor Cicero de aanleiding om dat allemaal in geuren en kleuren te gaan opsommen waar ze dan allemaal aan dachten, wat ze dan allemaal zagen. Ten eerste, mors hominis florentissimi sexti rosci crudelissima. De crudelissima, de zeer vrede dood van een florentissimi homo. Dat is letterlijk een zeer bloeiende man. Nou ja, bloeiend is natuurlijk een metafoor voor vooraanstaand een man, een zeer succesvolle man. Namelijk Sextus Roscius, senior gaat het hier over. Let even op, mors crudelissima is natuurlijk heel erg uit elkaar geplaatst.
Dat noem je een hyperbaton, dat legt nadruk op het woord crudelissima. Florentissimi ook natuurlijk een superlatives, samen met hier deze indignissima. Daar kom ik nu even op. Het versterkt het effect van verontwaardiging dat hier gewekt wordt. Namelijk, fili autem eius egestas indignissima. Van de zoon van hem, dus dat is de zoon van Sextus Roscius senior, dus we hebben het over junior, de zeer onwaardige armoede. Dus het feit dat hij nu niks meer heeft. Hè, alles wordt maar afgepakt. Dus drie superlativi. De herhaling van het woord indignum in indignissima, noem je ook wel een herhaling in andere vorm, heet ook wel een polyptoton. Dus ook een soort van vorm van repetitio. En het feit dat hier een chiasme is neergezet, namelijk, althans een chiastisch-achtige volgorde. Hier heb je eerst mors en dan een genitivus, en dan nog even dat die verbaton erbij. Dan heb je hier eerst de genitivus en dan dat nominativus met z'n tweetjes. Dus een beetje chiastisch neergezet. Allemaal stijlmiddelen om een beetje dat die tegenstelling, of die opsomming in dit geval beter gezegd, te versterken. Voor die zoon, lezen we nog even door over de zoon. Cui de tanto patrimonio praedo est nefarius ne iter quidem ad sepulcrum patrium reliquisset. Voor wie, het is een dativus van cui, van zo'n groot vaderlijk erfgoed, een patrimonium, dat is datgene wat je van je vader erft, die misdadige rover ne quidem zelfs niet een weg, een route, een recht van overpad zou je kunnen zeggen, naar het voorvaderlijke graf had overgelaten, had achtergelaten. Cognitivus plusquam perfectum hiero. Samen met een qui-vormpje, zo'n cognitivus, geeft eigenlijk of wel een definitie aan of een soort van een doel of zo, in dit geval. Ik zou niet zeggen een zeer een doel, maar het is meer een soort van wat is nou de eigenschap van die zoon die zozeer die medelijden en dat die woede van de andere mensen opwekt. Nou, dat is een soort van het feit dat hij dus niet eens meer naar de fase voorwaardelijk graf kan. En daarom moet je een cognitivus gebruiken, omdat het een beetje definiërend is. Even kijken, waar hebben we het ook over hier over? Ja, natuurlijk, dat graf van zijn voorouders ligt op zijn eigen land. Is het land wat hij van zijn vader heeft geërfd. Dat is nu allemaal niet meer in zijn eigen handen. En normaal gesproken, als je het verkoopt, je eigen land, om wat voor reden dan ook, dan blijft er toch altijd nog een recht van overpad staan. Dus gewoon een recht om te komen bij dat graf van je voorouders daar. Want dat heeft een religieuze betekenis. En die voorouders waren een soort goden, als het ware. En er werden zeker de maand na de begrafenis en daarna elk jaar, op de dag van de begrafenis, werden er religieuze riten gehouden. Een herdenkingsdienst, als het ware, bij dat graf. Dus je kan niet zomaar iemand toegang ontzeggen tot het graf van je voorouders. Dat is echt ongehoord, zegt Cicero, maar dat is ook denk ik wel waar. Verder hebben we nu Praedo iste nefarius, een zeer gekleurde weergave van die vervelende, die misdadige boef. Dat is dus Magnus, die daar die ook in de rechtszaal zit. Terwijl hier Sextus Roscius senior heel erg positief wordt afgeschilderd. Even kijken. Laten we doorlezen. De opsomming is nog niet ten einde. Bonorum emptio flagitiosa, possessio, furta, rapinae, donationes. De flagitiosa, ook weer de, zoals het ware, schandelijke koop of aankoop van de bona. De bona zijn niet de goede dingen letterlijk, maar gewoon de bezittingen. Schandelijke aankoop van bezittingen. De possessio, de inbezitneming. De furta, de roof. De rapinae, de plundering als het ware, en de donationes, de schenkingen. Nou, waar ging het ook weer over? Weet je nog, dat was eerder verteld in die stukjes hiervoor. Tijdens een veiling was het land verkocht voor maar 2000, terwijl het 6 miljoen waard was. Sestertiën natuurlijk. Toen is het in bezit genomen door Magnus. Toen heeft hij vervolgens, heeft hij heel veel is even rapinae, heeft hij multa palam domum suum au verrebat, heeft hij veel dingen openlijk
naar zijn huis weggebracht. Dat is een rapine, zou ik maar zeggen. Voer het daar. Dat zijn dingen die je stiekem doet. Dat is gewoon diefstal. Meestal geheim. Dus in het Latijn stond daar plura clam de medio removebat. Hij heeft heel veel dingen stiekem weggenomen. En donatione stond er op een gegeven moment dat hij heel veel, dat hij non pauca, niet weinige dingen had gedoneerd. Het donabat aan zijn adjutoribus, aan zijn helpers. Dit is natuurlijk een enorme opsomming, heel lang. Allemaal met asyndeton, dus geen verbindingswoordjes. Denk je bijvoorbeeld, ja, alleen autem is misschien een beetje een verbindingswoordje, maar daarna hier zo. Hier geen verbindingswoordje, hier ook niet. Hier, hier en hier ook niet. Dus dat verwekt eigenlijk de indruk van snelheid. Maar wat Cicero ook wil, is de hoeveelheid van schandelijke daden benadrukken. En daarom noemt hij zo ontzettend veel. Het is zo'n lange opsomming geworden. Dus hij en gebeuren heel veel schandelijke dingen en er gebeurt heel snel. Dat wordt weer bevestigd door de asyndeton. Veel snelle misdaden. We hebben nog één stukje hierna, wat ook bij deze paragraaf hoort. Dat is dit stukje. Nemo erat qui non ardere omnia malet quam videre in sexti rosci viri optimi ad cost honestissimi bonis jactantem se ac dominantem titum roscium. Niemand was er, het woordje er moet even toevoegen, die niet malet, liever wilde, asi, dat alles brandde, dat alles in de fik stond, arderen, dan te zien wie, nou ja, nee, dat komt in het Latijn helemaal achteraan. Ik doe het even in de Latijnse volgorde, dat is wel leuker. Dan te zien in, of op, de bonies, die halen we even naar voren, de bezittingen van Sextus Roscius, die beste, die zeer goede en meest eervolle of zeer eervolle man. Jactantem se ac dominantem, dus dat is jactare se, betekent pralen, snoeven, trots doen, stoer doen als het ware. Ac dominantem, dus pralen, snoeven, stoerdoend. En dominantem, dat is zeg maar dominus zijn, oftewel de baas zijnde, de baas spelende bij wijze van spreken, namelijk Titus Roscius. Oftewel Magnus hebben we het hier over. Hè? Want die speelt daar de baas, ook al is het niet in zijn eigendom eigenlijk, maar dat van Chrysogonus. Maar dan nog, hij is daar de beheerder en hij doet ermee wat hij leuk vindt eigenlijk. Goed, hoe zit het in elkaar? Grammaticaal, er was niemand die niet. Oké, dat is natuurlijk sowieso een litotes, heeft wat stijl betreft tussendoor, een dubbele ontkenning. Er was niemand die niet, oftewel iedereen wilde liever, et cetera. Nou, dat is dan weergegeven in die quiz met een cointivus. Ook omdat het gedefinieert wat dat voor mensen dan zijn. Of wat er dan een eigenschap is van die mensen. Cointivus imperfectum. Hele werkwoord met een T erachter. Dus ze hadden liever alles in de fik zien staan dan te zien. En dan krijg je hier, dames en heren, een AC, niet I, maar ACP. Want dit is natuurlijk een participium. Hè? PPA en dit ook. Is ook een participium. Ook een PPA. Die heb je in het Latijn vaak in plaats van ACI's na werkwoorden van zien, van echt zintuigelijke waarneming. Dan heb je gewoon letterlijk, je ziet hem terwijl hij iets aan het doen is. Zeg maar. Ziet hem, die testosterjes, terwijl hij een beetje liep te pralen en stoer te doen en de baas spelen, als het ware. Even kijken. Dan hebben we hier mooi, die optimi wordt hier genoemd. Eerder was Magnus zelf was al optimus genoemd, maar dat was toen ironisch. Hier is het serieus. Sextus Roscius senior was natuurlijk een zeer goede en honestissimi man. Zeer eervolle man. Nou, die volgorde dan tot slot. Titus Roscius Magnus staat expres natuurlijk achteraan om hem zijn naam echt nadruk te geven. Het is het einde van de officiële paragraafindeling, zoals er gedaan wordt. Maar het einde van zijn plek, die plek, dit plek van hem aan het einde van de zin geeft het nadruk en maakt dat het opvalt. Geeft als ook een groot contrast tussen die Sextus Roscius die daar eigenlijk hoorde te wonen en heel goed was tegenover die grote schurk van een Titus Roscius Magnus. Daarmee wordt de beschuldiging even wat aangedikt. Goed, wat gaat de gemeenteraad vervolgens doen om hier iets tegen te weer te stellen? Daar lezen we over in het volgende filmpje. Tot dan.